Goedenavond. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben een beetje geëmotioneerd. Het is een heel bijzondere avond voor mij en ik hoop ook voor jullie. Niet alleen omdat onze gast Geert Mak is. Daar ben ik zeer blij over. Ik ben al heel lang een zeer grote fan van zijn werken. Maar ook omdat jullie hier zo massaal aanwezig zijn. Ik kan u verzekeren, in deze kille Europese winter verwarmt dat echt mijn hart. En ik zou bij wijze van inleiding willen beginnen met een boutade waar jullie het ongetwijfeld allemaal mee eens zijn. Het gaat slecht met Europa. We tuimelen van de ene crisis in de andere. Financiële crisis, economische crisis, klimaatcrisis, vluchtelingen. En dat leidt ongetwijfeld tot heel wat existentiële vragen. En één daarvan is, heeft überhaupt Europa nog wel zin? In Groot-Brittannië denkt vandaag de dag ongeveer de helft van niet. En als we eerlijk zijn, dan weten we dat in heel wat van onze lidstaten, en misschien ook wel ons eigen België, dat de exit-aanhang steeds groter wordt. Maar ik wil vandaag, en misschien in het bijzonder vandaag, ook contrair zijn. Want het gaat goed met Europa. Ja, het gaat goed met Europa. De Unie is eigenlijk piepjong. De afgelopen decennia hebben we eigenlijk de vriendelijke kindertijd van Europa meegemaakt. Europa was schattig en sympathiek. Er was geen gedoe aan de grenzen. Als we een buitenlandse trip maakten, dan moesten we helemaal geen geld meer wisselen. Europa was ook die club die geen gebied veroverde, maar waar dat eigenlijk heel wat landen aan de deur kwamen kloppen om lid te mogen uitmaken van die club. Ondertussen is Europa uitgegroeid tot een lastige puber, op weg naar volwassenheid. En zoals elke puber staat hij vol met pukkels en begaat hij heel wat stommiteiten. Maar het is ook een Unie die droomt van de toekomst. En zoals alle ouders in deze zaal, en dat zijn er ongetwijfeld heel wat, weten, de toekomst is aan de pubers. Vandaag wordt die Europa vormgegeven. En Europa zal er straks anders uitzien dan vandaag, dat is een evidentie. En het wordt hoe langer hoe meer ook duidelijk dat die weg naar meer integratie zich verder zet. Op het vlak van het financiële, milieubeleid, energiebeleid. En ja, zelfs bril moet ik toegeven, en wat ons betreft ook veel te weinig, ook op het sociale vlak. En we discussiëren bij wijze van spreken van 's morgens tot 's avonds over een gezamenlijk Europees asiel- en migratiebeleid. En dat op zich is wel relevant. We discussiëren over Europa. En ik kan dat getuigen, ik ben er al enige tijd actief. In het begin van mijn politieke loopbaan, als er over Europa werd bericht in de kranten, dan was dat meestal in een of andere zijkolom achteraan de pagina's. Vandaag is Europa bijna dagelijks voorpagina nieuws. Er wordt met andere woorden gediscussieerd, heftig gediscussieerd, zoals dat met pubers hoort te zijn. Want, en dat weten we ook allemaal, en de ouders in de zaal, pubers die willen eigenlijk weg onder de dwingende invloed van hun mama's en hun papa's. Zoals de Unie vandaag eigenlijk dringend weg moet van de dwingende invloed van de lidstaten. Volgens Geert Mak, en daar gaat u straks alles over horen, zat er bij de oprichting van in 1957 een boze fee aan de tafel. Dat was het intergouvernementalisme. Zeg maar het onderonsjes van de moeders en de vaders van de Unie. De lidstaten die onder elkaar wel alles zouden regelen. Wel nu, beste mensen, dat intergouvernementalisme van vandaag is nationaal egoïsme geworden. Lidstaten die naar hun navel staren en het algemeen belang van Europa ondergeschikt maken aan de volgende verkiezingen. Iedereen weet ondertussen dat het 19e eeuwse nazistaat-idee de geopolitieke problemen van vandaag niet aan kan. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe onze puber straks naar de volwassenheid zal gaan. Ik weet niet of we straks nog met 28 lidstaten zullen zijn, of dat we misschien, Geert Mak, een sterke kern zullen hebben die een federale richting uitgaat, met daar rond wat aarzelende satellieten. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is
dat we die puber, die de Unie is, alle kansen moeten geven om volwassen te worden. En dat betekent dat we basiswaarden moeten meegeven. Het Europese gedachte is een internationalistisch gedachtegoed. En wij, sociaaldemocraten, progressieven, zijn de erfgenamen van het internationalisme van de arbeidersbeweging. En die hadden bij het ontstaan al door dat het kapitalisme helemaal geen halt houdt aan de grenzen. En toen ook werd er al op ons ingehaakt. Toen ook werd al gezegd dat die internationale ambities van het socialisme door de elite, die werd beschouwd als een gevaar voor de eenheid van de natiestaat en het nationalisme. De Europese Unie is zeker niet alleen, maar ook een realisatie van het socialisme. Omdat het internationalistisch project een solidair project is. En in het verdrag van de Unie staat dat zo, en ik citeer letterlijk: eerbied voor de menselijke waardigheid in artikel 2. Vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van de minderheid. Europa zit met andere woorden ons progressieve in het bloed. We moeten daarom echt opletten en aan de verleiding weerstaan om mee te huilen met de populisten. Want die verwarren een gastvrije tafel met nette manieren aan de tafel. En het eerste is een waarde, het tweede is een norm. We moeten veel meer dan we vandaag doen de Europese waarden uitdragen en verdedigen. En dat gaat ook over Europese identiteit. En Europese identiteit, dat heeft helemaal niks te maken met witte saus of tulpenbollen. Maar het gaat over iets veel essentiëler. Het gaat over iets dat eigenlijk nergens anders op de planeet zo ontwikkeld is als in Europa. Iets dat elke Europeaan, of ik zou durven zeggen, bijna elke Europeaan deelt. Dat is het diepe verlangen naar sociale rechtvaardigheid. Daaruit zijn onze vandaag bestaande sterke beschermingssystemen gegroeid. En dat is wat ons nog altijd vandaag de dag wereldwijd benijd wordt. Ons verlangen naar sociale rechtvaardigheid heeft in Europa meer gelijkheid gecreëerd. Ondanks alles staan de meeste Europese lidstaten voeren die nog altijd de lijst aan als het gaat over gelijkheidsindexen. Die grote gelijkheid en welvaartsverdeling heeft Europa ook heel veel stabiliteit gegeven. Het is de huidige afbraakpolitiek die dat alles op een helling zet en de stabiliteit in Europa bedreigt. En ik wil daarover heel duidelijk zijn. Onze sociale bescherming en daarmee ook onze Europese identiteit worden vandaag bedreigd door die afbraakpolitiek en niet door de toegenomen diversiteit in de Europese samenlevingen. Europese solidariteit wordt vandaag bedreigd door politici die eerst de angst aanwakkeren om dan op de golven van die angst pleidooien te houden over hernationalisering. Het gaat over de populisten die terug muren willen bouwen waar Europa die na de Tweede Wereldoorlog heeft afgebroken. Zij staan te juichen als de Unie faalt in de zoektocht naar de collectieve aanpak van problemen. Problemen trouwens die ook hun achterban en henzelf treft. En zij misbruiken de Europese identiteit om de schuld bij vreemdelingen en migranten te leggen. Vandaag is de vraag niet of superdiversiteit in Europa, of dat we dat willen of niet. Ze is er. Het is onze verdomde opdracht om ervoor te zorgen dat iedereen die in Europa leeft, aanwezig is, werkt, dezelfde bescherming krijgt en dezelfde veiligheid krijgt. Dat, beste mensen, is de uitdaging van Europa. En daar kan het uiteraard niet stoppen. Europa heeft een internationale verantwoordelijkheid. Denk maar aan eerlijke fiscaliteit en faire handel. Ook buiten onze grenzen moeten we ons verlangen naar sociale rechtvaardigheid vormgeven. Ik las onlangs dat de vluchtelingen door de koude Europese winter trekken. En dat was natuurlijk letterlijk bedoeld. Maar figuurlijk trekken we met z'n allen door een koude Europese winter. En populisten zadelen, net als de oude Germanen dat deden, ons op met de idee en de schrik dat die winter eeuwig gaat duren.
Maar wij daarentegen, wij kijken uit naar een Europese lente. Een Europese lente waar de Europese Unie, die puber, naar de volwassenheid groeit. En ondanks alles heb ik daar ontzettend veel vertrouwen in. Ik geef nu heel graag het woord aan onze keynote speaker Geert Mak. Dank jullie. Dames en heren, hebben we het er eigenlijk wel eens over gehad hoe mooi Europa is? Hoe het licht in deze maartse dagen strijkt over de heuvels van Thüringen en over de pakhuizen aan de haven van Danzig en over de ruige dalen van Lozère, de kronkelstraatjes van Lissabon en de marktkramen op het Campo di Fiori en over de groene weidsheid van mijn eigen Friesland met zijn dorpstorens die, als de klokken luiden, met elkaar lijken te praten. Hoe mooi Europa ook klinkt. Luister maar. Het geklater van de fonteinen in Zürich, de golven op de rotsen van Wales, de bedaarde stem van de Big Ben, een straatzanger in Barcelona, de meeuwen van Amsterdam. Luister, luister. Geen kanonnen vandaag. Al een hele poos niet. En geen geroep om brood. En toch, toch zijn we tegelijk zo verschillend. Natuurlijk hebben we onze Europese Unie. Onze gemeenschappelijke geschiedenis. En we kunnen het rijtje zo opnoemen en we kunnen er nog heel veel aan vastplakken als wagons van een treintje. Renaissance, verlichting. Al vielen eerlijk gezegd delen van Zuid-Europa daarbuiten en ook stukken van de Balkan. Maar ook het kapitalisme, de slavernij, de kolonisatie en de dekolonisatie. En terwijl ik dit zeg, realiseer ik me dat Oost-Europa weer hele andere stukken geschiedenis heeft gehad. Met, ja, despoten, dictaturen en vaak een democratie die nog maar net in ontwikkeling is. Ook dat vergeten we vaak. En soms nog hele grote armoede. Onze Europese identiteit bestaat er misschien wel uit dat het een permanent verdeelde, verbrokkelde en veranderende identiteit is. En migratie was en is al eeuwenlang een onlosmakelijk onderdeel van die identiteit. Eigenlijk al vanaf de middeleeuwen en zeker vanaf het moment dat bijvoorbeeld hier driekwart van de bevolking van Antwerpen naar Amsterdam marcheerde. Een volksverhuizing in het begin, het eind van de 16e, begin van de 17e eeuw. Als je kijkt naar de aantallen van honderdduizenden mensen op een heel klein Nederland, nog een heel klein België, dat al de vluchtelingenproblemen van nu in de schaduw stelt. De dynamiek van Europa bestond en bestaat uit verscheidenheid en variatie. In het technisch zeer geavanceerde China was in het midden van de 15e eeuw één bevel van de keizer voldoende om alle Chinese ontdekkingsreizen voorgoed stop te zetten. In dezelfde periode ging Columbus, toen de Franse koning geen trek meer had in zijn avonturen en expedities, gewoon een deur verder aan het werk. Voor de Spaanse concurrent, voor de Spaanse vorst. Zo werkte en werkt Europa. A Tapestry of Nations. Dat was de titel van het boek van de Amerikaanse journaliste Flora Lewis. 30 jaar lang had ze Europa gevolgd, van het eind van de Tweede Wereldoorlog tot stevig in de jaren 80. En het inleidende Europa heette ook Europe. Civilization. Dat was haar ervaring. A tapestry of nations en tegelijk a civilization. En ze schreef toen al over een natuurlijke noodzaak tot samenwerking. Niet uit idealisme, maar uit pure noodzaak. En dat schreef ze allemaal zo in de jaren 80, 90. Het was duidelijk
alles ging goed en Flora Lewis hoefde het alleen nog maar een kader te geven. 1999 was ook het jaar waarin ik zelf een reis maakte. Een grote reis door Europa, de basis van mijn boek In Europa. En ik had daarbij een vriend mee, een vriend in de geest. De Oostenrijks-Joodse-Duitse schrijver Jozef Roth. Roth is vooral bekend vanwege zijn boek over de Radetzky-mars. Hij heeft prachtig geschreven over het verval van de Habsburg-monarchie. Maar eigenlijk was Jozef Roth een duivelsgoede journalist. En omdat ik dat ook wilde zijn, keek ik heel goed hoe hij dingen deed. En hoe die keek. En hoe die analyseerde. En hoe die probeerde de situatie aanvoelde. Ik zal nooit vergeten hoe Roth ergens schrijft in 1919. Het is hongersnood. Dat hij een conducteur zag in een trein. Die stiekem bezig was een vergeten doosje met bonbons leeg te eten. En hij schrijft dan: deze conducteur, een ernstige man met een zware snort, had dit meisje snoepgoed alsof het een boterham met worst was. Een jaar eerder zou hij er niet naar omgekeken hebben. Nu had hij honger. Nou, zoek op beelden. Daar was Roth fenomenaal in. Maar mijn stemming was anders in 1999. Het was een stemming van blijdschap. Het was een stemming van opgewektheid. Ik zal ook nooit vergeten hoe ik in München was met Edgar Reitz, de filmer, en hoe wij samen stonden te kijken hoe een jong paar, München heeft van die hellingen, we zagen een jongen van de ene helling naar beneden chasen op een skateboard, dat was toen enorm om de mode, en een meisje van de andere helling. En wat ook in de mode net begon, waren mobiele telefoons. En ze waren elkaar aan het bellen. En dat wond ze op. En ze riepen: ik zie jou, nu zie ik jou ook, nu jou ook. En zo chasen ze op elkaar af. En dat beeld is voor mij altijd tekenend gebleven voor het Europese optimisme van 1999. Dat is nu totaal veranderd. De referenda van 2005 toonde eigenlijk voor het eerst aan dat de legitimatie, de steun van de burgers, zwakker was dan gedacht. Het was een grote breuk als je achteraf kijkt eigenlijk in dat Europese voorspoedige proces. De eurocrisis fungeerde als een gifpil, met name in de verhoudingen tussen Noord en Zuid. Je voelde dat die Europese identiteit, voor zover dat al bestond, kraakte. We merkten opeens dat Europa eigenlijk uit hele diepe, onverschillende cultuurlagen bestond. En dat je dat niet alleen maar met een paar verdragen even kon wegvegen. Oekraïne toonde aan dat dat machtige Europese continent, 470 miljoen inwoners, puissant rijk, eigenlijk geen geopolitieke strategie had. Niet goed besefte soms wat het deed in die wereld, die andere wereld. En de vluchtelingencrisis, ja, die demonstreerde ons het resultaat van minstens 10 jaar wegkijken en 10 jaar machteloosheid. En dan praat ik nog maar niet even over de Brexit, die wellicht ook tot de mogelijkheden hoort. Ook iets wat in 1999 totaal ondenkbaar is geworden. Dat alles zet het vele goeds wat er bereikt is in een schaduw. En het heeft zijn weerslag gehad op de kiezers. In de politicologie spreekt men vaak over 2 soorten legitimatie. Input legitimation en output legitimation. En input legitimation, daarmee wordt dan gedoeld op het democratische proces. Via verkiezingen, via debatten en noem het verder maar op. De output, dat is de legitimatie die een regering of een overheid heeft door wat het doet, door wat het produceert, door het effect. En van de Europese Unie kun je rustig zeggen, die heeft jarenlang gedraaid op output legitimation, op gewoon de soft power die het uitstraalde, de sfeer van welvaart, van vrede. Het was een gigantische output en de burgers vroegen eigenlijk niet verder. Alleen nu dat wegvalt, merk je dat burgers, ja, onrustiger worden. Want de input legitimation, al functioneert het Europese parlement, doet nog zo zijn best, is nooit erg sterk geweest. En die wordt eerder minder. Het is kortom een zorgelijke situatie. En dan druk ik me zachtjes uit. Wat zijn er van de oorzaken? Misschien moet ik eerst iets over mezelf zeggen. Ik ben
dat klinkt gek misschien, maar ik ben een kind van de Enola Gay. Dat is de Amerikaanse bommenwerper die de bommen afwierp, of één bom op Hiroshima, en ander vliegtuig wierp dat op Nagasaki, de atoombommen. Mijn ouders zaten allebei in Japanse kampen en mijn moeder was er zo aan toe. Dat had echt geen 2 weken langer moeten duren. En nu is er allerlei discussie over op welke waarde die belang van die atoombommen nou eigenlijk geweest is voor de capitulatie van Japan. Daar wil ik verder nu even buiten blijven. Maar het is wel zo dat deze gruwelijkheden en ook de uithongering van de Japanse bevolking, ja, dat heeft mijn moeder paradoxaal gered. En daardoor sta ik hier voor u. Voor ons, voor mijn generatie, is, niet alleen voor de generatie die de oorlog meemaakte, maar ook voor mijn generatie, is die oorlog buitengewoon bepalend geweest. Als klein jongetje speelde ik op zolder, maar ik was altijd als de dood voor een bepaalde hoek. Ik dacht dat daar boze geesten woonden. En ik fantaseerde, want we reed door dat stadje waar ik woonde, Leeuwarden, was 1 ambulance en dat was een Canadese legerambulance. En die had zo'n jankende sirene. En ik had verzonnen dat deze auto vooral diende om boze geesten op te sluiten en te vervoeren. Dat gejank van de sirene was eigenlijk het gejammer van die geesten. En gek genoeg, zo leefden hele generaties na de oorlog. Ik noem het wel eens de generatie van onze vaders en moeders op zolder. Want heel veel mensen over heel Europa, miljoenen en miljoenen mensen zijn opgevoed in wezen zwaar getraumatiseerde gezinnen. Ze hadden knettergekke moeders door de bombardementen, zwaar gestoorde vaders door de slag, veteranen van Stalingrad of van Normandië of wat dan ook. En dan spreek ik nog maar niet over alle gezinnen met vaders en moeders die waren teruggekeerd uit de kampen of die de onderduik hadden overleefd. Het is een gigantisch stempel geweest. Die generatie, en zeker de generatie die de oorlog had meegemaakt, die generatie hoorde bij de Europese pioniers. En die konden door die ervaringen ook, dat gaf iets gemeenschappelijks. En het maakte ook dat ze over een schaduw heen konden springen, wat regelmatig nodig was. En het gaf ze ook een soort optimisme, bijna een triomfalisme. Dit hebben we toch maar overleefd en kijk eens wat we nu gaan opbouwen. Wat een fantastisch vredesproject. Ik weet er alles van. De Europese Unie was ook om geld te verdienen, om markten te openen, van alles en nog wat. Maar het was voor die generatie, en ik heb een aantal van hen nog gekend, echt ook een vredesproject. En ze konden echt tranen in de ogen krijgen als ze het over de Europese Unie hadden. Om een positieve reden. Dit maakte de Europese Unie tot wat die was. Maar bij die Europese Unie hoorde uiteraard ook een grote hoeveelheid plak- en bindwerk, ambachtelijk werk van diplomaten. En bij dat optimisme hoorde ook een theorie die met name geliefd was bij de Europese pionier Jean Monnet, namelijk dat dat was de theorie van feiten scheppen. Als je iets neerzet, dan volgt de rest vanzelf. En verdraaid, dat hele systeem werkte eigenlijk best goed. Zeker tot in de jaren 80, 90. En daaruit vloeide ook voort dat men met dat triomfalisme besloot een euro neer te zetten. Denkend, dan volgt de fiscale politiek die erbij hoort vanzelf. En een Schengen neer te zetten. Met het idee, dan volgt een immigratiepolitiek die daarbij hoort, een gemeenschappelijke politiek, vanzelf. En dat was een lelijke vergissing. Dat oude Europa, in die zonnige 30, 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog, is heel ver gekomen. We chasen met 120, 130 kilometer per uur over de grenzen. We kennen talloze samenwerkingsvormen die 30, 40 jaar geleden ondenkbaar waren. De ineenstorting van de Sovjet-Unie is, als je weet wat er gebeurt als imperia instorten, dat is meestal decennia lang oorlog, in dit geval redelijk netjes opgevangen. En zoals een Amerikaanse commentator onlangs zei,
De Europese Unie is waarschijnlijk het sufste en saaieste wonder uit de wereldgeschiedenis. Maar het is wel een wonder. Een uitermate kostbaar wonder. En toch, wat ging er eigenlijk nou mis? Ik moet zeggen dat ik wel vaker over de structuur van de Europese Unie nadenk, maar dat ik er de afgelopen maanden heviger weer over na ben gaan denken, omdat ik bezig was met een totaal ander boek, waarvan een deel speelt in het eind van de 18e eeuw. En dat ging dan over de betrekkingen tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Amerika. Dat is een uitermate interessant onderwerp, omdat in Nederland vaak trots geroepen wordt, die Amerikanen, oh, die hebben zoveel van ons overgenomen, die Unie van Utrecht, dat is helemaal de onafhankelijkheidsverklaring en zo is er veel meer. Maar als je scherp kijkt, dan zie je dat ze heel goed inderdaad naar die Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden hebben gekeken, want zij begonnen per slot ook een nieuwe republiek. John Adams heeft er echt een hele studie van gemaakt, met name, en James Madison trouwens ook. En dat ze uiteindelijk besloten om het juist niet te doen. Ze besloten niet om er een los verband van te maken, met ook weer staten die eigenlijk de autonomie hadden, zoals de provincies in Nederland, en die dan wel samenkwamen in Philadelphia, maar voortdurend weer met last en rugspraak terug moesten om te overleggen. Ja, een optelsom van nationale staten. Nee, ze durfden de sprong te maken en een echte federatie te stichten. Een federatief verband van een president, een congres en een hoge rechtshof, dat knopen kon doorhakken, dat eventueel snel kon reageren, maar dat slechts op een beperkt aantal terreinen bevoegdheden was. Want de rest zou dan aan de staten blijven. En dat heeft gemaakt dat Amerika, in tegenstelling tot de ineenzakkende Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met alle problemen die het verder had, als constructie heel goed heeft gefunctioneerd. Nu al bijna twee eeuwen lang, meer dan twee eeuwen lang. En hetzelfde is dat de Europese Unie, die uiteindelijk nooit verder is gegaan dan het systeem van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met ruggespraak en autonome, eigenlijk toch de soevereiniteit grotendeels of helemaal bleef bij de nationale staten, dat die Europese Unie eigenlijk in dezelfde sukkeligheid is blijven hangen als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan het eind van de 18e eeuw. Die founding fathers durfden het niet aan om hun soevereiniteit werkelijk uit handen te geven en dat beperkte federatieve verband in te stellen en dat dan rechtstreeks democratisch te legitimeren. En daar doel ik op als ik zeg, het was een mooie geboorte, die Europese Unie. Iedereen was blij, maar er zat wel een boze vee bij haar wiegje. Ik zei het al, dat ging decennia lang goed. In de zon van de toenemende welvaart. We maakten de val van de muur mee. De Europese Unie werd geleidelijk uitgebreid. En dat gebeurde allemaal in een continent dat op bepaalde manier in een veilige uithoek lag. Zeker 500 jaar lang konden de Europeanen ervan uitgaan dat, hoe alle globale machtsevenwichten ook verschoven, de belangrijkste elementen daarvan, inclusief Rusland, in Europa zelf lagen. Veel Europese politici en ook veel Europese burgers leven nog altijd in die wereld. Je kunt namelijk, en dat gebeurt nog steeds heel veel, wel blijven wijzen op de successen van de Europese Unie. En heel terecht, alleen dat verleden bestaat niet meer. Ik noem het het tom-tom-effect. U kent TomTom wel, zo'n navigatiesysteem. Bijna maandelijks doen zich bizarre incidenten voor. Dat mensen namelijk op die TomTom kijken
En alleen maar die richting volgen. Hebben ze toevallig bijvoorbeeld, laatste geval in IJsland, iemand die van het vliegveld van Reykjavik naar Reykjavik zelf wilde, een kilometer of 20, die had toevallig wel de goede straat ingetikt, maar in een fout dorp. Reed rustig 200 kilometer verder om daar in dat gat ergens te belanden, zonder te beseffen, zonder om zich heen te kijken en zonder te beseffen dat het iets helemaal mis was. In Nederland, 2 weken geleden, een mevrouw die op aanwijzingen van de TomTom bij een veerpont belandde. De TomTom zei, er lag een veerpont, dus ze reed zo de IJssel in. En dus, het veerpont lag toevallig aan de overkant, kon er met moeite worden uitgevraagd. Ik noem dat het TomTom-effect, omdat zowel commentatoren, maar ook politici nogal eens die neiging hebben. Namelijk door te gaan en niet door de autoruit om zich heen te kijken en niet te beseffen dat hun omgeving ondertussen totaal niet meer klopt met wat hun oude TomTom vertelt. Jean Monnet wees altijd op het fenomeen context. Je moet letten op wat er in de context gebeurt. Dat is heel ver gekomen. Alleen de context waarbinnen dit historische project zich nu functioneert en moet functioneren is een totaal andere dan die van een kwart eeuw geleden. En dat geldt ook in sterke mate voor het fenomeen migratie. En voor het migratievraagstuk. De migratie is namelijk ook onderdeel geworden van die volstrekt veranderde wereld. De belangrijkste spelers liggen nu buiten Europa. En ook steeds meer buiten de Amerikaanse invloedssfeer. Europa is niet meer een veilig gebied met aan het oosten een min of meer getemde Russische beer. Aan de zuidflank een rij ijzeren tirannen die alle onrust en mogelijke migratie van Afrika buiten de deur houden. En aan de westkant Onkel Sam met een prettige paraplu die ons redelijk droog houdt voor alle ellende. En die bovendien alle geopolitieke problemen min of meer voor ons oplost. Voor zover de Amerikanen dat oplosten. En in elk geval ons het denken over dat soort kwesties totaal ontwendt. We kunnen absoluut niet meer doorstomen op die schema's. In deze situatie worden we opeens ongenadig geconfronteerd met die vervloekingen van die boze vee, die wel helemaal vergeten waren, zoals dat vaak in sprookjes gebeurt. Ik zal er 3 noemen. De huidige Europese constructie, en het gaat dus inderdaad, ik herhaal het, om niet meer crisissen, daar praten we vaak over, maar ik denk dat al deze crisissen afkomstig zijn uit diepe constructiefouten. Dat maakt de discussie ook anders. En daarom pleit ik er vanavond ook voor om en over Europa, maar ook over identiteit en migratie toch op een andere manier te gaan nadenken. Omdat we allereerst die constructiefouten moeten opheffen, voor zover het mogelijk is. En in elk geval deze vloekende, ellendige tovervee de mond moeten snoeren. Allereerst is er de vloek van de traagheid. Vaak in de diplomatieke wereld wordt gezegd, we hebben snel gehandeld, er is iets misgegaan daarom. En dat klopt ook. Maar er zijn net zo goed in de geschiedenis voorbeelden te geven waar juist traagheid rampen veroorzaakte. Het grootste diplomatieke ongeluk uit de wereldgeschiedenis is vrijwel zeker augustus 1914, toen de halve Europa met elkaar ten strijde trok zonder precies te weten waarom. Alleen het was een kettingreactie van ontwikkelingen die niet meer gestopt kon worden. Oorzaak was grotendeels traagheid. Ik kan niet in details treden, maar bijvoorbeeld Oostenrijk, dat veel te laat een ultimatum stelde aan Servië. En vooral de Britten, die niet duidelijk maakten dat ze mee gingen doen aan de oorlog. Anders had Duitsland zich nog wel 10 keer bedacht voordat ze hier België zouden binnenvallen. Nu zien we diezelfde traagheid, ja, zich wreken als we kijken naar het vluchtelingendrama. En trouwens sowieso in het denken over migratie.
vluchtelingendrama kondigde zich al zeker een decennium geleden aan. De Europese Unie, de Europese Commissie en ook het Europese Parlement hebben eindeloos aan de bel getrokken. De lidstaten, en zeker de noordelijke lidstaten, wilden er niet aan. Het lag niet direct op hun bord en ze negeerden het, terwijl het evident een groot probleem was en een groot Europees probleem. Hetzelfde geldt op dit moment nog steeds voor de ontwikkeling van een migratiebeleid. Wat iets heel anders is dan alleen maar vluchtelingenbeleid. Europa heeft een migratiebeleid nodig. Met gek genoeg ook mogelijkheden om makkelijk weer te kunnen terugkeren en het na een paar jaar weer opnieuw te kunnen proberen. Want je moet wel beseffen, heel veel migratieproblemen komen voort uit het feit dat mensen niet meer terug kunnen. Calais is één grote ophoping van mensen die een fortuin betaald hebben, opgeofferd, allemaal opofferingen van hun familie, om naar Europa te kunnen en vooral naar Engeland. Hun leven gewaagd op de Middellandse Zee en dan ga je niet snel meer terug. Dat systeem is goed te doorbreken, maar dan moet je wel in Afrika en elders, net zoals je vervluchtingen hebt, moet je de moed hebben om ook migratie, ja, laat ik zeggen, hotspots te maken voor gewone migranten die ook wat willen. En wat ook doodnormaal is, dat is altijd geweest, waarbij mensen het kunnen proberen. Laat ze een borgsom betalen, de kosten van hun ticket. Ze hoeven heus niet gelijk alle sociale voorzieningen te krijgen. Dat mag best tot een minimum beperkt zijn. Laat ze 2, 3, 4 jaar proberen. Maar laat ze die kans en geef ze ook de mogelijkheid terug te gaan. Amerika, we kennen allemaal die films van al die mensen die op die schepen klommen in rond 1900. Echt die vloed Europeanen die toen naar Amerika ging. Ik heb zelf ook altijd gedacht, die mensen blij zijn daar natuurlijk gebleven. 40% is teruggekeerd. 40%. Migratie is heen en weer bewegen. Alleen al dat. Maar onze traagheid weigert dat onder onze ogen te zien. Er valt geen beleid te maken daardoor. Nou, daaraan gekoppeld is de vloek van het wegkijken. Ik denk dat dat vooral ook gespeeld heeft, maar dat heeft ook te maken met het vluchtelingenbeleid bij de eurocrisis. De euro, die crisis is niet alleen een tijdelijke crisis. Nee, het is verbonden aan het fenomeen euro. De euro is zo opgebouwd dat het permanent door crisissen zal blijven leiden. Omdat totaal ongelijksoortige economieën en ongelijksoortige Europese culturen in een loodzwaar verband aan elkaar geschort zijn. Dat blijft permanent tot fricties leiden. En het zal onder de Europese bevolking ook steeds meer werken als een gifpil. Het is een ontzettend gevaarlijk ding eigenlijk voor de Europese Unie. Ook dat is iets, ik weet niet hoe, en het zal ontzettend ingewikkeld worden en het wordt steeds duurder. Maar wil de Europese Unie voortgang kunnen blijven vinden, zal dat op een of andere manier ontmanteld moeten worden. Een derde neiging, die ook een derde vloek, en dat heeft heel erg te maken met de compromiscultuur van het Europese systeem. Al deze traagheid natuurlijk ook. Traagheid is ook, ja, een compromissysteem met 28 lidstaten kan niet slagvaardig handelen. Dat is ontzettend moeilijk. Maar die traagheid heeft ook te maken met de neiging om voortdurend politieke problemen te reduceren tot technische problemen. Want over technische problemen kun je wel een compromis sluiten. De politieke discussie is gecompliceerder. En de Europese Unie, het kost voortdurend moeite om in die laag te zakken. Hier in het Europese parlement gebeurt het wel, in het publieke debat ook steeds meer, maar het blijft lastig. En dat is bijvoorbeeld heel sterk gebeurd bij de toch wel hele overhaaste beslissingen rond Oekraïne en het associatieverdrag rond Oekraïne. Je kunt er van alles over vinden. Ik sta van ganse harte achter de rebellen van de Maidan. Maar geopolitiek is het toch best een heel ingewikkeld geval. En de Europese Unie heeft volstrekt genegeerd hoe razend gevoelig dit lag in de verhouding tot Rusland. En bijvoorbeeld het simpele feit dat alle helikoptermotoren van de Russische helikopters werden gemaakt in de Oekraïne. Dat de geleidingssystemen van de meeste van hun raketten daar werden gemaakt. Dat hun meeste de meeste van hun nieuwe vloot ook werd ontwikkeld en gebouwd op scheepswerven in de Oekraïne. Kortom, een verschuiving van de Oekraïne naar het westen,
hoe democratisch en terecht misschien ook, zou een enorme klap betekenen voor, en heeft ook een enorme klap betekend voor de Russische defensie. Amerikanen hadden dat uitstekend door. Die juichten dat ook hevig toe, want ze wilden dat wilden ze wel. Ik heb het gevoel dat in Europa slechts een enkeling zich dat heeft gerealiseerd, en zeker in Brussel. Het ging puur om de techniek van het verdrag en de historische banden, de gevoeligheden. Men had er geen oog voor. En ook dat heeft tot enorme consequenties geleid. Ik wil daarmee niet de Russische politiek goed praten, voor het laatste, maar ik verwijt de Europese Unie wel, de beleidsmakers daar, volstrekt geen, nauwelijks oog gehad hebben voor de waanzinnige, gevoelige en explosieve situatie die dat ging opleveren. En allemaal weer opnieuw te herleiden door dat reduceren tot iets technisch. Dit alles maakt dat er een, zo langzamerhand een groot onbehagen is ontstaan onder Europese burgers. En ik denk dat de kern van het onbehagen eigenlijk bestaat uit het feit dat mensen heel goed aanvoelen dat dit om vrij fundamentele fouten gaat. En dat hun politici de zaken niet meer onder controle hebben. De Europese Unie heeft iets onbegrensd gekregen. Letterlijk en figuurlijk. Iets oneindigs. En die onvoorspelbaarheid maakt de Europese burgers tot angstige zoekers. En die angstige en tot angstige vluchters. Vluchters naar het verleden vaak. Naar de illusie van de veilige, omsloten 19e-eeuwse nazistaat. Ja, waar we toch eigenlijk lekker onder elkaar blijven en waar migranten nauwelijks een plaats hebben. Je ziet Europa veranderen, je ziet het idee van natie ook veranderen, van een inclusieve natie die vreemdelingen welkom heette. Dat is namelijk de natiestaat van de verlichting, dat is een inclusief denken over naar een exclusief systeem. De natiestaat die vreemdelingen uitstoot, die ze definitief promoveert tot de ander die voor onrust zorgt en onvoorspelbaarheid. Dat beeld van München, van dat juichende paadje dat naar elkaar toe rende, dat is bij mij weggevaagd. Ik zie nu vooral mensen alleen naar zichzelf kijken. We zijn gebiologeerd door onze selfies. Het is een epidemie geworden. Het is een vorm van individueel en collectief narcisme. En dat narcisme ook, weerspiegelt zich ook weer in het gebrek aan empathie voor de ander, voor de vluchteling, voor de migrant. Dat narcisme wil heel graag vooral in het eigen bed van de nazistaat blijven liggen, waar de eigen navel het centrale object is. Dat alles maakt dat de Europese Unie, in tegenstelling tot vroegere Europese imperia, geen kans ziet om gezamenlijk te zoeken naar principes en doelstellingen die het continent verbinden in plaats van verdelen. Ook Europa is ten prooi gevallen aan dat narcisme. Minder dan een eeuw geleden was het nog bepalend voor de wereldpolitiek. Nu is het in zichzelf gekeerd geraakt. En juist op een moment dat we op globaal niveau voor een reeks ongekende en verstrekkende politieke keuzes staan. Voor veel Europeanen, ook voor degenen die zogenaamd internationaal denken, lijkt het Europese project de enige geopolitieke doelstelling te zijn die ze zich nog kunnen voorstellen voor Europa. Hoe de rest van de wereld eruit zal gaan zien de komende decennia, hoe het zal gaan met de migratiestromen inderdaad, die wij massaal kunnen gaan verwachten, want dit is nog maar het begin, als de klimaatsveranderingen gaan doorzetten, als Afrika verder zal uitdrogen, als de overbevolking er tegelijk blijft toenemen, welke rol Europa daarin zal moeten spelen. Hoe het met Rusland moet, met veel steeds daar misschien aan gaan ontstaan, op al deze, en dat zijn echt geopolitieke vragen, is nog geen begin van een antwoord. En ik denk ook dat het begin van de antwoord niet zal komen zolang wij het fenomeen migratie als een op zichzelf staand fenomeen blijven beschouwen. En niet als een onderdeel van een diepgaande verandering die over de hele wereld plaatsvindt. Zoals Henry Kissinger schrijft in zijn nieuwe boek Wereldorde,
Europa zweeft in het luchtledige tussen een verleden dat het wil overwinnen en een toekomst waarvoor het altijd, nog altijd niet de lijnen heeft uitgezet, laat staan de eigen rol daarin heeft bepaald. Staan wij aan de vooravond van een tijdperk waarin de toekomst bepaald wordt door krachten die buiten iedere orde staan? Het antwoord zou ja kunnen zijn. En het iets wat wij tot alle macht moeten zien te voorkomen. Alleen al daarom zijn, met alle gebreken die je kunt aanwijzen, ordenende instituten, ordenende gemeenschappen zoals de Europese Unie, zo verschrikkelijk belangrijk. De mensen, ik zei het al, voelen dat haar fijn aan. Ogenschijnlijk lijkt de wereld van Jozef Rood, waarmee ik zo net begon, die wereld van 70 jaar geleden, vanaf onze 21ste eeuw een totaal andere, verre wereld. Maar is dat werkelijk zo? Ligt Roods aantrekkingskracht toch ook niet in de hernieuwde actualiteit van zijn werk? Bekruipt ook ons niet een gevoel van beklemming als hij in een van zijn Berlijnse reportages beschrijft hoe hij de Duitse bladenbosjes ziet groeien? De jonge boompjes, schrijft hij, heten Völkische Raadgeber, Kampfbund, Deutsche Ring, Deutsches Tageblatt en zijn van de onvermijdelijke hakenkruizen voorzien die men tegenwoordig diep in elke schors snijdt. En is een even herkenbare en onrustige stemming niet alles bepalend in zijn werk, in zijn andere werk, bijvoorbeeld over Oostenrijk. Het gevoel namelijk dat wij leven op de rand van een voorbije of bijna voorbije wereld. In deze situatie worden talloze mannen en vrouwen, zowel in Amerika als in Europa, aangetrokken door magiërs en kwakzalvers. Deze populistische politici, van links tot rechts, hebben allemaal één belofte gemeen: al onze problemen kunnen worden opgelost door het verslaan of uitbannen van een of andere schurk, iets of iemand van buitenaf. Die boosdoener kan de islam zijn, of de elite, de immigranten, de politiek, het grootkapitaal of een andere kracht, en het zijn verleidelijke theorieën. En het ernstige is ook, nogal wat grote middenpartijen beginnen mee te buigen. Het is zichtbaar in Nederland, het is zichtbaar in Frankrijk, kan wel eens zichtbaar worden in Duitsland. Wie zo redeneert, ontkent echter dat in werkelijkheid de problemen van een andere aard zijn. Dat die problemen veel dieper liggen. Dat de migratiegolven die Europa nu binnenkomen, en in dit geval maak ik geen onderscheid tussen vluchtelingen en gewone migranten, dat die allemaal te maken hebben met verstoringen door een reeks razendsnelle ontwikkelingen die allemaal tegelijk plaatsvinden en bovendien elkaar op allerlei manieren versterken. De technologische vooruitgang, nieuwe massacommunicatie, klimaatverandering, globalisering en al die processen jagen elkaar op allerlei manieren aan. De globalisering maakt ons onderling op een ongekende manier van elkaar afhankelijk. Die klimaatsverandering drijft, zoals ik al zei, de massamigratie aan. Nieuwe technologie, dat zie je ook nu bijvoorbeeld rond deze vluchtelingen, maakt de lijnen steeds korter en sneller. Instituties die het daarentegen moeten hebben van overleg, compromis en vooral tijd beginnen hieronder te bezwijken. De Europese Unie voorop. Hoe moet het nu verder? Ik kan u niet zoveel medicijnen bieden. Ik kan alleen met u proberen een paar stappen terug te doen en wat ik al probeerde te doen, een idee te geven welke mondiale processen hier een vitale rol spelen. Een van deze processen is, goddank, de laatste jaren opeens weer enorm in de aandacht gekomen, mede door het werk van Piketty. De extreme verschillen tussen arm en rijk die razendsnel toenemen. Niet alleen tussen de zogenaamde ontwikkelde en de onontwikkelde wereld, maar ook hier in deze wereld. Bijna in
alle Europese landen hebben de armen het zwaarder gekregen. Ze zijn achteruit gegaan en vooral hele reekse publieke voorzieningen zijn onttakeld, gesloopt of gewoon opgeblazen. Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van het publieke naar het private. En vervolgens zijn al deze algemene voorzieningen weggenomen van veel gewone mensen. Een cijfer: de 62 rijkste mensen op aarde bezitten sinds vorig jaar meer dan de armste helft van de wereldbevolking. 3,5 miljard mensen in totaal gezamenlijk. Het is ook bepaald niet toevallig dat Trump, Bernie Sanders, maar ook veel nieuwe Europese bewegingen, naast al het andere, vaak een reeks opvallend linkse standpunten uitdragen. Onder de kiezers, en vooral in Amerika is dat heel interessant, want de Amerikanen moeten eigenlijk niks hebben van socialisten en sociaaldemocraten en niks van de staat. Zelfs in Amerika begint die beweging op een enorme manier wortel te schieten. Het is evident dat heel veel kiezers meer dan genoeg hebben van de neoliberale consensus, van het alsmaar afnemen van regels, het ontnemen van de bescherming die mensen nodig hebben. En ze hebben vooral ook genoeg van het primaat van de eeuwige en alwijze God markt. Ook hierin speelt helaas de EU te vaak een treurige rol. De EU reguleert en beperkt in veel gevallen deze kapitaalmachten namelijk niet. Nee, deze kapitaalmachten reguleren en beperken de EU. Dat betekent voor u, ik neem aan dat velen van uw aanhangers zijn van deze beweging waar ik mezelf ook toe reken, dat betekent dus voor ons, socialisten, niet alleen sluit de rijen, nee, bovenal betekent het, kameraden, terug naar onze core business. Wat verder? Ik denk dat we de paar instituties die we hebben en die wat orde kunnen brengen, inderdaad moeten verstevigen in plaats van ondermijnen. Dat betekent, en dat is in mijn land vloeken in de kerk, meer Europa. Tenminste in sommige opzichten en niet minder. Dat is een bittere noodzaak. En bovendien moet het debat veel meer dan nu nog plaatsvindt naar een politieker niveau getild worden. En tot mijn vreugde zie je dat wel gebeuren. Al die crisissen hebben wel teweeggebracht dat wij als Europeanen met elkaar discussiëren. 10 jaar geleden was dat eigenlijk nog ondenkbaar. Nu staan we met rode koppen tegenover elkaar, maar wel als Europeanen en we praten over Europese kwesties. Dat is een groot goed. Dat is eigenlijk de humuslaag van een democratisch proces op Europees niveau dat zich nog veel verder kan en ongetwijfeld ook zal gaan ontwikkelen. Nu is Europa er wel enigszins in gehandicapt. In Amerika is moraliteit, die Amerikaanse moraliteit die altijd in de Amerikaanse politiek gezeten heeft, is van ouds gemengd geweest met politiek. Dat hele idee alleen maar technisch te kunnen werken, alleen maar technisch te kunnen redeneren, is nooit zo Amerikaans geweest. Dat heeft tot gruwelijke catastrofes geleid, dat moet ik echt zeggen, hun verpolitieking van alles en nog wat. Maar in Europa is juist het omgekeerde gebeurd. Daar is vooral de laatste decennia, ook mede onder invloed van dit neoliberalisme, een scherpe scheiding ontstaan tussen morele waarden en praktische politiek. Werkloosheid werd in de jaren 60 bijna overal in Europa en ook in Amerika gezien als een groot maatschappelijk en moreel probleem. Op dit moment is het een kwestie van percentages. Ook dat, en dat kunnen we allemaal aan meedoen, zal moeten veranderen. Gewoon door de toon van het debat anders te maken. Willen we het Europese project redden, dan zullen ook de instituties zelf moeten worden herpakt. Ik zei het al, die boze vee, die moet de mond gesnoerd worden. Het zou eigenlijk, zou het Europese schip, maar dat is heel lastig, want het stormt vreselijk, zou in dok moeten. Er zouden grote gaten moeten worden gerepareerd, masten vervangen, de lading opnieuw gestouwd en vooral aan het roer zou ontzettend veel moeten veranderen. Er zal
een proces van federalisering, wat je nu al ziet plaatsvinden trouwens, want we moeten wel. We hebben te veel gemeenschappelijke problemen die absoluut niet op een andere manier dan via een soort centrale leiding georganiseerd kunnen worden. Dat proces moet misschien maar gewoon erkend worden. Dat moeten we misschien maar onder ogen zien en op een goede dag via inderdaad één keer nog een referendum, maar dan een heel nuchter referendum. Niet zweverig, niet willen wij dit overdragen. Het is evident dat we dat niet alleen meer kunnen doen. En de rest laat dat dan bij de nationale staten. Zo'n ontwikkeling zou, denk ik, een manier zijn om de Europese Unie weer slagvaardig te maken. En het tweede is dat er, en die ontwikkeling zie je ook gebeuren, dat je coalitions of the willing ziet. Dat je inderdaad, je ziet een ontwikkeling nu naar Europese kernlanden. Hoe die er gaan uitzien, weet ik niet. Welke vorm, daar kun je eindeloos over praten. Maar dat je een kern krijgt waar andere landen zich voor bepaalde onderwerpen kunnen aansluiten. En bij andere, in andere, ja, op andere gebieden kunnen ze hun eigen weg gaan. Als je dat zo herorganiseert, ontstaat er een krachtiger Europese Unie die veel beter kan besturen, veel slagvaardiger is en tegelijk de flexibiliteit in zich heeft om ook al die verschillende Europese culturen op te vangen, om met al die verschillen enigszins om te gaan. Er zitten allerlei haken en ogen aan. Er is van alles ook tegen te zeggen. Het zal heel lastig zijn om het uit te voeren, maar ik denk wel dat het nodig is. Want anders zijn wij, zoals het heet, een vogel voor de kat, zoals jullie dat in Vlaanderen zo mooi zeggen. Psychologisch is er ook iets belangrijk. En dat is met name de rol van politieke leiders. Bij alle crisis, ook in het verleden, staat heel vaak of valt het succes met politiek leiderschap. Ik ben zelf altijd heel erg iemand geweest van democratie, de massa, mensen, structuur, et cetera. Toch zijn leiders op bepaalde momenten echt van vitaal belang. Die zetten namelijk een toon. En een goede staatsman is ook niet bang om soms dwars te liggen. Traditie, identiteit is belangrijk. Europese identiteit is belangrijk. Maar traditie en ook traditie van een land is ook belangrijk. Je kunt niet zomaar heen en weer zigzaggen in de geschiedenis. En tegelijk moeten staatslieden flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. En dat maakt dat een goede staatsman of staatsvrouw, Merkel zie je het nu met vallen en opstaan doet, maar bijvoorbeeld Franklin Roosevelt deed het ook altijd, altijd probeert de grenzen te bewandelen. Alleen, het is uitkijken geblazen, want als je te ver gaat, dan maak je een diepe val. En toch, we hebben staatslieden nodig die dat durven. Die buiten de tom-tom durven kijken. Die dat narcisme aan de kaak durven stellen. Zowel individueel als collectief. Die dat durven te doorbreken. En die ook weer staan voor het collectief en voor de publieke zaak. De vluchtelingencrisis en daarmee de migrantencrisis is een historische crisis. Misschien nog wel zwaarder dan alle andere crisis, omdat het ook zo'n morele crisis is. Het gaat over onze omgang met tragiek. Dat moeten we misschien in dit toch wel beschermde Westen weer opnieuw leren. Zoals de Amerikaanse columnist Roger Cohen schreef, de houding ten opzichte van immigratie is deels een meetlat voor de mate van zelfvertrouwen van een gemeenschap, van een natie en zelfs van een continent. Sommige politici wankelen en anderen worden in die situatie juist sterker. Ik zie het bijvoorbeeld in mijn eigen land bij de burgemeesters, misschien hier ook wel, die juist in deze situatie opeens blijken. Mensen met ideeën, met visie, met durf. En ook omdat ze met de realiteit worden geconfronteerd. En ondanks alle actiegroepen en alle geroep van onze particuliere demagoog Wilders, er zijn in meer vrijwilligers, ook in dat wat sceptische Nederlanders, dan vluchtelingen. Ik denk dat dan ook een succesvolle campagne tegen het nihilisme dat Europa kwelt, dat ons allemaal kwelt, dat nihilisme, dat begint ermee dat we daar nooit voor moeten buigen. Dat we er ook niet bang voor moeten zijn, maar dat we het tot in de kern moeten bestrijden. Misschien in woorden,
misschien in woorden, maar vooral in de daad. En die tienduizenden vrijwilligers, die tienduizenden mensen die toch actief blijven in politiek, in allerlei andere sectoren, dat is gewoon het bewijs. Dat is een houding die ons blijft verbinden. Niet met vlaggen en hekken, maar met onze Europese en ook met onze Vlaamse en Nederlandse kernwapenwaarden die nu zo onder druk staan. Inderdaad, met onze vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja, dat is misschien wel onze identiteit. Die drie woorden. Dat is onze gerafelde, maar trotse vlag. En die blijven we hoog houden. Ik dank u wel. Dank u wel, Geert Mak, voor dit gepassioneerd pleidooi voor Europa, voor het redden van Europa. En niet enkel om de instituties overeind te houden, maar eigenlijk om de instituties overeind te houden, om Europa, zijn waarde en zijn belang overeind te houden voor iedereen die in Europa woont, maar ook voor de rest van de wereld. Dat leek me de duidelijke boodschap van wat u zo eloquent gebracht hebt voor deze zaal. Dank u. We hebben twee mensen die er komen bij zitten. Hendrik Vos, professor aan de Universiteit Gent. En een van de mensen die aan Vlaanderen uitlegt wat Europa eigenlijk is en doet. En wat het belang is, maar ook waar de problemen liggen. Er zijn niet zoveel mensen, dus u kent Hendrik Vos wellicht. Naast hem en tussen Hendrik en Geert Mak zit Fikri El Azouzi. Fikri is auteur, is van Over het Water, moet ik er misschien bij zeggen, van Drari in de Nacht, kreeg vorig jaar ook de Arkprijs voor het Vrije Woord en schreef ook een theatertekst, Pax Europa, die volgende week in première gaat in Amsterdam en die daarna in mei, dacht ik, in Toneelhuis, ja. In Toneelhuis hier in het eigenste Antwerpen op de planken wordt gezet. Dus voilà, met die drie mensen gaan we nog even een nagesprek voeren. Fikri, ik zou even bij jou willen beginnen, omdat we de grote macro-analyses, laten we zeggen, ethisch, politieke en filosofische beschouwingen gekregen hebben. Ik zou van jou, vanuit je eigen ervaringen, vanuit je artistieke invalshoek, even willen vragen, dat idee dat we Europa moeten overeind houden omdat het zo'n belangrijke waarde bevat, vertegenwoordigt en zou kunnen uitdragen, is dat een Europa dat jij herkent en dat je eventueel ook opvoert in je toneelstuk? Bijvoorbeeld voor mij, en ook in het toneelstuk, de Europese identiteit bestaat niet voor ons. En ons is wie? Voor elke Europeaan, omdat elke Europeaan heel verschillend is. Er zijn meer dan 100 culturen, meer dan verschillende soorten religies, identiteiten. Dus de Europeaan bestaat niet. En van die niet-Europeaan zijn, daar moeten wij iets positiefs van maken. Zo, de standaard blanke Europeaan bestaat niet meer. En dat wil ik bijvoorbeeld in mijn toneelstuk ook aankaarten, van de Europeaan bestaat niet en daardoor hebben wij een Europese identiteit. Dus wij hebben allemaal verschillen en die verschillen moeten we omarmen en daardoor zijn wij Europeaan. Maar betekent dat er geen identiteit is of dat de identiteit de diversiteit is, wat Geert Mak ook aanbracht? Ja, de identiteit is de diversiteit. Zoals de koningin Maxima ooit had gezegd van de Nederlandse identiteit bestaat niet en heel Nederland viel over haar heen, omdat ze dat zei, maar ze had gewoon helemaal gelijk. Dus er zijn meer dan
Europa, Nederland, België is niet meer zoals 20 jaar geleden. Maar als je dat zegt, ontken je dan niet voor een deel de hele lange geschiedenis van Europa, die de afgelopen 20-30 jaar misschien heel ingrijpend veranderd is, maar die wel voor veel mensen ook belang heeft? Ja, maar deze de geschiedenis, het Europa van vandaag, heeft eigenlijk geen verhaal meer. Of wel een verhaal. Het verhaal van Europa is, het is mooi, alles is goed geregeld, het is veilig, het is netjes. Maar er is geen overkoepelende identiteit. Er zijn geen helden meer waar ze naar opkijken. Dat is bijvoorbeeld het verschil met de Verenigde Staten. Daar hebben ze gemeenschappelijke helden, gemeenschappelijke kunstenaars waar ze naar opkijken. En in Europa 28 lidstaten die eigenlijk elk hun aparte helden hebben, elk hun apart nationaal elftal. Dus ja, dat is het verschil. Die elftallen zijn ook allemaal beter natuurlijk dan dat Amerikaanse elftal. Of toch niet, enfin, toch bijna allemaal. Hendrik, Erke... Pijnlijk voor Nederlanden. Ja. We gaan het niet over voetbal hebben vanavond, dat hadden we eigenlijk afgesproken. Hendrik, Europa, de Europese identiteit, Fikri zegt, op zich bestaat die niet buiten de verscheidenheid die ze kenmerkt. Is dat ook hoe dat jij dat ziet? Ja, tuurlijk is er een immense verscheidenheid, hè, van het noorden van Finland tot het zuiden van Cyprus. Plus ook al de migratiebewegingen die daardoor verweven zijn geraakt. Klopt, een enorme diversiteit, maar er is wel de lijm in heel dat project, wat uiteindelijk die Europeanen dan voor een stuk tot Europeanen maakt, is denk ik een aantal politieke keuzes die wij maken hier op deze plek in de wereld en die men op andere plekken in de wereld op een minder consequente of minder overtuigde manier in diezelfde combinatie maakt. Wij vinden het bijvoorbeeld niet oké om de doodstraf te hebben. Wij vinden het wel belangrijk dat er een scheiding is tussen kerk en staat, dat er een sociale bescherming wordt uitgewerkt. Dat zijn een aantal dingen en ik denk dat historisch wel voor een stuk zo gegroeid is, die een stuk politieke bekommernissen zijn hier meer dan elders, maar die tegelijk ook heel broos zijn. Want er zijn ook best wel wat mensen die misschien wel denken van, we zouden die doodstraf wel weer moeten invoeren. En misschien is dat idee van een sterke sociale bescherming niet meer zo slim. Maar op dit moment, en zo is eigenlijk heel dat project geëvolueerd, was dat wel een beetje de kern. Een aantal keuzes die wij maakten en die Europa dan een bepaalde plek hebben gemaakt die... En we hebben de neiging om tegenwoordig heel veel te kankeren op Europa en het staat op instorten en het is niks dat goed marcheert. Maar die Europa toch wel een bijzondere plek hebben gemaakt in die zin dat je nergens in de wereld een plek vindt waar 500 miljoen mensen het gemiddeld zo goed hebben als wij in de Europese Unie. In vergelijking met de rest van de wereld zijn wij een oase van rust en stabiliteit en welvaart. Dus de manier waarop we dat hebben uitgebouwd, ondanks een hele hoop dingen die fout gelopen zijn en aan het lopen zijn, hebben ons ook wel wat opgebracht. Maar dat gaat in de richting van wat Geert Mak output-legitimatie noemt. Wat de Europese project heeft opgeleverd, dat heeft ons lange tijd geënthousiasmeerd. Maar dat enthousiasme is wel verdwenen. Je kan moeilijk zeggen dat er misschien dat Vlaanderen als het dorp van Asterix bijna is, waar nog het meeste enthousiasme voor Europa is. De Noorderburen, daar is dat, of daar lijkt dat in elk geval, ver zoek. En ook in de rest van Europa staat Europa vooral heel fel ter discussie. Wat is er dan gebeurd dat die mooie verwezenlijkingen van dat Europese project, dat die verloren gegaan zijn of dat niet meer geloofd wordt en ervaren wordt als een toekomstproject? Ik denk dat dan heel belangrijk is wat Kathleen daarnet gezegd heeft. Europa is belangrijker geworden en is zich met altijd maar meer dingen gaan bezighouden. En daardoor zijn er ook altijd maar meer meningsverschillen gekomen. Want als je de bottom line neemt en aanvaardt dat de uitdagingen van de 21ste eeuw, of dat het nu gaat om klimaatverandering, om het bestrijden van terreur, om het omgaan met vluchtelingen, om het voeren van een buitenlandse politiek, het in goede banen leiden van globalisering of wat dan ook. Als je al dat soort uitdagingen bekijkt, kan je dat niet meer als land apart aanpakken. Dus je moet dat
op een of andere manier samen doen in een wereld waarin dat andere grote blokken ook in opmars zijn. Maar als je die bottomline aanvaardt, dan betekent het dat je ook per definitie compromispolitiek moet doen. Want dat betekent dat je moet beslissingen nemen waarbij dat je ook moet rekening houden met de standpunten van de Duitsers en met die van de Grieken en met de Portugezen en met de Hongaren ook, die massaal op Viktor Orbán gestemd hebben, enzovoort. En dan zit je met die diversiteit waar dat je heel veel rekening mee moet houden en waardoor dat je uiteindelijk, als je een beslissing neemt, haast altijd landt op een compromis. En haast altijd zo in dat, of heel vaak in een wat modderig middenbeland waar het vaak moeilijk is om enthousiast over te zijn. Waar weinig uitstraling van uitgaat uiteindelijk. Wat Hendrik Vos zegt, gaat voor een deel in de richting ook van wat jij zegt daarstraks, Geert Mak. En ik heb soms de indruk dat we in die analyse de neiging hebben om te zeggen, het probleem is de grote culturele, politiek-culturele verscheidenheid die ons leidt naar een beetje een vaag midden dat weinig mensen enthousiasmeert. Maar is het ook niet soms gewoon de weigering van de politieke nationale elites om hun macht op te geven en te gaan delen? Gaat het niet om het eigen stukje macht dat men weigert op te geven? Nou, ik denk dat het niet om het nationale gaat. Het gaat ook wel echt om cultuurverschillen. Het is inderdaad waar, er is een permanent gevecht gaande tussen de Europese democratische systeem in ontwikkeling en de nationale democratische theater dat eigenlijk alles naar zich toe trekt. Ik zal hier ook wel zo zijn, maar in Nederland zie ik debatten plaatsvinden in de Tweede Kamer. Lang niet alles, maar soms wel. En er wordt dan met grote parmantigheid wordt daar een hele middag gedebatteerd over iets van ik weet dat het al lang in Brussel beslist is, dat er al een richtlijn over zijn. Heb ik echt het idee dat ik jongens en meisjes in de kermisdraaimolen zie met zo'n autootje en prrr, het stuurtje, terwijl ze niets eraan kunnen veranderen. Dat is puur het theater, dat is een strijd. Aan de andere kant is het denk ik binnen Europa wel degelijk. De Griekse kwestie was toch ook echt ook zo'n debat tussen links en rechts, zeker, maar toch ook tussen economische culturen, tussen mensen die op een hele andere manier tegen hun, bijvoorbeeld heel anders tegen de staten aankeken. En tegen de hele andere eisen stelde aan de staat. En ook hele andere eisen aan de sociale zekerheid. En hoe dat gefinancierd moest worden. Dat was werkelijk wel daaronder lag. En we zijn er maar zelden toe gekomen. Omdat het natuurlijk heel snel genationaliseerd werd. Die Grieken, die Duitsers. Lag wel wezenlijk een nieuw Europees debat. Ja. En ik denk ook dat altijd zo zal blijven en dat dat lastig zal zijn. Maar misschien kan het wel op een, dat is mijn pleidooi de hele tijd, op een meer gestructureerde manier. En ook op een manier waardoor men in noodgevallen wel snel kan reageren. Ja. Vicky, ik zou even aan jou willen vragen. We hebben, en het doet zich onmiddellijk voor als we het over Europa hebben, hebben we het over grote structuren, over nationale verschillen. Jouw boek, Draai in de Nacht, was de marge van een provinciestadje in Vlaanderen, waar een aantal jongens van allochtone afkomst in rondlopen. Hoe kijken zij, jouw romanfiguren of de mensen die je kent, naar dat Europese project? Ervaren zij dat als een verenigend project waar dat zij hoop op stellen? Of gaat dat helemaal boven hun hoofden heen? Dat gaat helemaal boven hun hoofden heen, omdat ze zijn totaal niet betrokken bij Europa. Dus, en als je niet betrokken bent bij het Europees of bij Europa, dan stel je er heel nihilistisch tegenover of zelfs vijandig. Dus die jongens van Draai in de Nacht zijn op zoek naar een identiteit. Gelijk de Europeaan ook op zoek is naar de identiteit. En zij vinden het in het radicalisme. Dus als je het Europees trekt, willen Europeanen, omdat ze weinig betrokken zijn met de Europese zaak, staan ze er heel vijandig tegenover en gaan ze naar de meer populistische partij, want Europa is een soort van vijandbeeld geworden.
zeker nu de laatste tijd. Als je... En wat denk jij zou er kunnen toe bijdragen dat die jongeren zich meer Europees gaan voelen en zich kunnen engageren voor zo'n project? Of dat mee kritisch benaderen? Ik denk, Europa is nu al allemaal heel, heel technisch en weinig romantisch. Er zijn geen helden. Er zijn geen projecten, sport, et cetera, waar ze naar opkijken. En als het puur technisch is, dan bij jongeren is het zoiets van saai en, ja, en weg de Europese project. Dus. Geert Mak, er zijn meer Belgen naar Syrië getrokken dan Indiërs. Ook al leven er in India ongeveer 150 miljoen moslims, bijvoorbeeld. Wat zegt dat over de Europese realiteit en identiteit? Ik weet niet. Nou, ten eerste natuurlijk, het zegt iets over dat dit ook toch wel om hele andere processen gaat dan alleen maar een godsdienstige kwestie. Dat godsdienst ongetwijfeld een motor is, een element is. Maar dat inderdaad het fenomeen dat je een jihadist wordt, precies wat jij al zegt. De Saoedische, Wahhabistische leer is hier meer ingebed dan bijvoorbeeld in Indonesië of andere landen. Ja, maar wel ook dat je ook op een enorme manier aan het zoeken bent naar identiteit. En ook naar, ik denk ook, iets om de zin aan je leven te geven. Al is het nog zo'n destructieve manier. Kijk, nazistaten hebben dat ook altijd vrij goed gekund. Omdat bijvoorbeeld de Amerikanen ook, die schiepen met kracht een verbeelde gemeenschap. Wij vergeten vaak dat het fenomeen nazistaat bestaat pas een dikke 200 jaar. Alleen in al die landen, hier in België, maar ook net zo goed in Nederland, we hebben zelfs nog even oorlog gehad. Nou, dat werd opgeklopt en omringd met een demagogie en een romantiek, met standbeelden. Dus bijvoorbeeld als wij praten over de identiteit van Europa, ik vind dat nuttig, maar je moet uitkijken dat je niet, misschien is het ook wel goed, maar dat eigenlijk is het ook weer zoeken naar aanknopingspunten voor een nieuwe verbeelde gemeenschap die dan Europa heet. Er moeten feiten gecreëerd worden om een identiteit te krijgen. Feiten of rituelen. Amerikanen zijn ontzettend goed in rituelen en verhalen. En het is treurig, maar oorlogen zijn ook altijd heel goed om die verbeelde gemeenschap heel... het is gruwelijk, maar een gezamenlijke geschiedenis, iets gezamenlijk doorleefd hebben en liefst een paar generaties lang, dat bindt langzaam zo'n gemeenschap. Dus als Europa door deze crisis komt, gehavend of niet, en het weet zichzelf redelijk overeind te houden de komende 50, 60 jaar, dan zul je zien dat inderdaad er een Europese verbeelde gemeenschap zal gaan ontstaan. Ja. Want daar hebben we samen zoveel shit meegemaakt en ook zoveel goede dingen. Dan worden we een beetje een familie. Ja, Hendrik Vos. Geert Mak zei daarstraks in zijn keynote speech een paar keer eigenlijk dat een van de ziektes, een van de vloeken van Europa het wegkijken is. De traagheid, het niet ageren. 10 jaar vluchtelingen en migratiecrisis die er zat aan te komen, niet op gereageerd. Is dat niet een te vriendelijke lezing eigenlijk van de Europese politiek, die misschien wel bewust niet naar meer federaal optreden gegaan is en hoe langer hoe meer de nationale macht heeft hersteld binnen het Europese project en zeker niet gewild heeft om bijvoorbeeld een echt sociaal Europa op te richten. Enfin, is er niet meer aan de hand dan puur niet handelen? Dat is de moeilijke. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk ging worden vanavond. Nee, je hebt in Europa eigenlijk vrij lang een consensus gehad. En dat was gemakkelijk. Namelijk, zo één markt uitbouwen, dat was iets dat ons welvaart zou brengen. En dat was iets wat groei zou brengen en extra banen. Waarmee dat we ook onze sociale systemen zouden kunnen betalen enzovoort. En daar is altijd een vrij brede consensus rond geweest. En dat proces is eigenlijk pas volop in gang gezet onder een Franse socialist, Jacques Delors. Die commissievoorzitter was en hij heeft het Europa 92-project, de markt, goed uitgebouwd.
in een markt, daar ook heel veel corrigerende maatregelen. Wij zijn geen vrij Westen waar zomaar alles kan. Wij zijn een heel gereguleerde markt waar dat in het Europees Parlement regel na regel gemaakt wordt. De Britten ergeren zich precies aan die Europese regeldrift. Dus wij zijn geen... Ik heb het er altijd moeilijk mee als mensen zeggen Europa is een neoliberaal project. Dat is niet zo. Die markt is best wel aan heel wat regels onderhevig. Ik ken geen enkele overheid die erin slaagt om de grootste bedrijven ter wereld tot en met Microsoft en Google miljarden boetes op te leggen. De Europese Unie kan dat wel en die bedrijven betalen dat zelfs aan de Europese Unie. Dus we hebben een markt met regels en daar hebben we consensus over. En dat lijkt mij oké. Kan altijd beter en moet ook beter. En het is belangrijk dat daarvoor gestreden wordt. Maar wat dat de crisissen van vandaag omdraaien, gaat om dingen waar landen heel moeilijk nog bijkomend soevereiniteit in willen afstaan. Wij willen, als het gaat over het bestrijden van terreur, wij willen eigenlijk zelf onze eigen inlichtingendiensten blijven behouden. En iedereen beseft wel van het zou veel efficiënter zijn als je een soort Europese CIA had, maar landen willen hun eigen inlichtingendiensten. Landen willen in het vluchtelingendebat zelf hun beslissingen kunnen nemen van wie mag hier binnen en wie niet. Wij willen zelf onze grenzen kunnen bewaken. In het debat rond de eurocrisis, wij wilden eigenlijk liefst zelf onze begroting in elkaar knutselen ieder jaar en wilden niet te veel op de vingers gekeken worden. Maar wat je ziet en wat scherp gesteld wordt van zodra er een crisis volop losbarst, dat is dat wat we dan allemaal zelf op ons eigen doen, heeft wel gevolgen voor al de rest. Als Angela Merkel in Duitsland roept, wir schaffen das, dan hebben de Grieken daar ook gevolgen van. Want dan komen mensen via Griekenland en via Hongarije en via Oostenrijk naar Duitsland. Omgekeerd, als Orbán zegt van ik ga een prikkeldraad rond mijn land zetten, dan hebben de buurlanden van Hongarije daar ook gevolgen van, want dan verleggen die stromen zich. Als één land zijn begroting laat ontsporen, dan moeten andere landen gaan bijspringen. Met andere woorden, we zijn heel sterk aan elkaar geklonterd geraakt. En wat in één land beslist wordt, heeft automatisch gevolgen voor andere landen. We zijn als eieren door elkaar geklutst geraakt in die Europese Unie. En dat heeft ons allemaal heel veel opgeleverd, hè, die zone van welvaart. Maar ja, daardoor kan je eigenlijk ook heel moeilijk nog een stap terugzetten. Je kan geklutste eieren heel moeilijk weer gaan uitbroeden. Ja, ontklutsen. Ik denk dat dat ook geen keukenterm is. Dus dat betekent dat je niet anders kan dan aan die tafel gaan zitten, waarbij dat je zit met 28 landen met heel uiteenlopende belangen en prioriteiten en waarbij dat we allemaal veel meer sympathie hebben voor bepaalde ideeën en belangen en voorkeuren, maar waarbij er ook anderen aan de tafel zitten. En tegelijk het besef van we moeten hier samen ergens uitraken. En het gevolg is dat Europa begint te ploeteren. En dat je zo van kleine deeloplossing naar deeloplossing gaat. Hè. Wat Geert Mak daarnet beschreven heeft, men gaat een probleem dan in technische termen formuleren en probeert op die manier vooruit te gaan. En dat is natuurlijk niet elegant om naar te kijken. Het stokt en het rommelt en het hapert. Maar het valt ook niet stil. En het keert niet om. Tot nu toe? Of is dat in volle vertrouwen van we zullen vooruit blijven gaan? Volle vertrouwen. Ik heb geen glazen bol bij, hè, maar ik denk niet, in de geschiedenis worden zelden stappen teruggezet. We hebben ons in de geschiedenis al op allerlei manieren georganiseerd. Vorstendommen, stadstaten, nederzettingen, noem maar op. En op een bepaald moment hebben we de nazistaat uitgevonden. En ik denk dat vandaag de nazistaat zo zijn tijd gehad heeft. De uitdagingen van vandaag niet meer op dat niveau kunnen aangepakt worden. En dat je nu zo die overgang krijgt, hè, die de puber van Kathleen van daarnet, dat je dingen op een hoger niveau moet gaan organiseren. En of dat dan altijd de Europese Unie zal blijven, nee, die zal ook zijn tijd wel op een dag gehad hebben en zal ook weer iets anders worden. En of dat die Europese Unie dan iets met één of met twee snelheden wordt, of dat weet ik niet. Ja. Maar dat je dingen gezamenlijk gaat wel blijven beslissen en organiseren, daar ben ik wel van overtuigd. Je gaat de uitdagingen van de 21ste eeuw niet aanpakken met de structuren van de 19e eeuw. Geert Mak,
Een heel mooi beeld dat jij gebruikte is dat TomTom-beeld natuurlijk. We hadden overigens voor volgende lezingen onlangs in Brussel reed er iemand dankzij zijn GPS de tramsporen op en belandde in de metro tussen de grote stations van Brussel. Dus dat kan je zeker meenemen. Maar ik vroeg mij af, als je het beeld gaf, of dat niet in grote mate het beeld is van de Europese administratie, van tussen haakjes Brussel, waar de Europese Unie zijn werking heeft, maar waar mensen echt in een, men noemt dat ook heel vaak, de Brussels bubble, in een luchtbel zitten en eigenlijk niet meer zien wat er daarbuiten gebeurt en eigenlijk ook niet meer kunnen begrijpen dat er die populistische opstand ontstaat in Brussel, omdat ze toch goed bezig zijn. Is er een manier om Brussel en de realiteit van Europa beter met elkaar te verbinden? We hadden het voor deze bijeenkomst hadden we het over de rol van burgemeesters. En ik weet al een heel praktische manier. Begin maar eens flink wat mensen uit de gemeentes, burgemeesters, wethouders, raadsleden, maar eens naar Europees niveau te tillen en terug. Want als je gewoon op dat niveau gewerkt hebt of werkt, dan word je permanent met de realiteit geconfronteerd. Het is een gemeente. Eerlijk gezegd vind ik Europees politiek om allerlei redenen, omdat het historisch zo belangrijk is, vind ik fascinerend. Maar verder ben ik heel erg een man altijd van de gemeentepolitiek geweest. Om deze reden. Want dan word je ermee geconfronteerd dat een maatregel die in theorie wel leuk is, allerlei concurrentiebedingen maakte dat in Amsterdam bij ons de metro voor een deeltje werd aangelegd door een hele grote Duitse aannemer. Het gevolg was dat het na een poos stilgelegd moest worden, omdat de door hem aangelegde stations als een gek lekte. In Amsterdam hebben die aannemers al 50 jaar ervaring met die techniek. En die Duitser werkte voor het eerst in de Amsterdamse blubber. Dat soort dingen heb ik iets van. In Brussel, alsjeblieft, houden wat meer rekening. Het zijn allemaal hele dagelijkse dingen die je, waarmee je, of je nou links of rechts bent, permanent wordt geconfronteerd met gemeentepolitiek. En realiseer je in Brussel dat je in een bubbel leeft. Maar ja, die mechanismen werken zo. Ja. Maar het moet wel doorbroken worden, want anders. Ik denk ook dat het waar is. Brussel zal doorgaan, maar wat je ook zegt, het is ook wel zo dat dit soort doorlopende systemen die eeuwig lijken opeens kunnen inzakken. Denk maar aan de Donaumonarchie en het Habsburgse imperium. Hè? Dat ook aan, eerlijk gezegd, aan, op andere manier, maar ook aan een reeks van... Het was een 18e eeuw systeem dat de 21ste eeuw instapte. En ook aan allerlei oude weeffouten. Die begonnen steeds meer te kwellen. En ik denk dat als er geen Eerste Wereldoorlog was geweest, dan was het ook als een, net zo goed in de jaren 30 ergens als een kaassoufflé ingezakt. Het kon niet meer. En de Europese Unie, dat is het. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden en daarom ben ik er zo fel op. Het is een enorme historische kans, maar het loopt veel risico's. Vicky, ik zou jou het laatste woord willen geven in dit gesprek. Het is altijd een hele moeilijke opdracht. Vooral omdat je als creatief schrijver eigenlijk een van de mensen bent die de verbeelding aanbrengt. Die ons uitdaagt om voorbij, niet om de realiteit te ontkennen, zoals in een bubbel, maar om vanuit die realiteit verder te kijken en verder te dromen. En daarbij de droom niet om te draaien in moord, maar in echte nieuwe projecten. Als jij aan Europa denkt binnen 30 jaar, welk Europa denk je dan en hoe werken we daaraan? Hoe ze nu bezig zijn, de Europese landen werken totaal niet samen en Groot-Brittannië, dat hoogstwaarschijnlijk zich zal losscheuren van Europa. Door de klimaatcrisis gaan er heel wat vluchtelingen, we hebben nog niet alles gezien, komen vanuit Afrika naar Europa. En als er geen samenwerking is, totaal geen samenwerking tussen de verschillende lidstaten, dan denk ik dat Europa naar verval gaat. Het zal wel blijven bestaan, maar wel
op een veel lager pitje, denk ik. En als ze creatiever zijn, bijvoorbeeld wat Merkel heeft gezegd, weer schaffen dat, vond ik een heel moedige beslissing, maar ze heeft niet verder nagedacht en niet met de andere landen samengewerkt. En dat is het gevolg eigenlijk. Dus ik denk echt, als de Europese landen, die moeten echt met elkaar samenwerken voor een groter en sterker Europese Unie, want er wachten heel veel uitdagingen, want Europa is echt, dat is echt een wonder, hè, dat het bestaat en dat zoiets is gecreëerd. Het is een wonder. Het staat onder druk, maar het moet verder bestaan en er moet meer samenwerking komen. Als ik het zo samenvat, is het natuurlijk veel te kort door de bocht. Maar ik denk dat het een beetje in die richting gaat dat deze drie heren, met excuses, samen nadenken, elk op een eigen manier, over Europa. Nogmaals heel erg bedankt Geert Mak, Fikri El Azouzi en Hendrik Vos en u allen om mee te komen denken. Was de eindconclusie een beetje oké? Ja, dat is goed.